Het is een project met hoge toppen en diepe dalen, maar uiteindelijk is door de inzet van iedereen er zijn moordpartijen uitgebleven. Back to work. Alles is gewoon goed. Ik weet dat ze er komen. De meesten die zeggen toch wel van wat worden dat nou voor rare dingen, zeg maar. En betaalt nou je baas dat? Als je kijkt, past het echt op een boerderij, dan zeg ik minder. Dan vind ik het zelf minder passen. In 2006 is het idee geboren. Bekijk het landschap door de ogen van de kunstenaar en zie het weer vanuit een ander perspectief. They are like kind of happy, nice shapes, basically, because they're big and round and heavy, and they won't move at all because they're so heavy, and you kind of feel that. And I think that brings some kind of silence to the landscape, or something kind of cozy, or so, I don't know, something like that. Yeah, I don't want to change this landscape much at all, but I want to kind of address the landscape. Like, I want to add something to it that is more like amplifying the landscape itself. Wilhelmina Polder is so bei von der tiefsten Stelle bis zur höchsten Stelle, das ist eben auf einer Straße so 2,20 Meter. Wenn die da steht, ja, die kann ich pass sehen, als je dus auf der Dijk steht. Hè? Meter. Hè? Genau. Nou die bollen allemaal binnengereden worden, ja, nou begin ik me ook pas te realiseren welke een enorme impact zo'n project heeft. Dus het is ook volstrekt duidelijk dat onze omgeving, ja, die zeggen ja, nou het zal wel, hè? Moet je daar nou je geld aan uitgeven?
What is the meaning of the sculptures? You have like these always two balls, and one, the biggest sculpture is like the two balls almost complete. Yeah. And then they're kind of going into each other, like a sunsetting behind the water. Yes. You know? And the one on top is like slightly pushed to a side, so they're not completely meeting each okay. other. Okay. And then the shift is always towards the direction of the middle of the Wilhelmina Polder. Mm-hmm. So these sculptures tell you once where they, how high it is, where you are in relation to the land. Okay. Well, I will wait when it's finished. Ik krijg hem dan toch nooit 100% op, hoor. Dan laat hij maar even zeggen wat hij wil, want ik weet het niet meer, hoor. Zo moe van, kijk, weer een nieuw begin. Als het niet goed is, zegt dan gewoon dat het niet goed is, weet je wel. Je zit er godverdomme. Het gaat helemaal nergens over. Maar kijk, this is not normal. This is totally normal. This is not normal. You don't know about what this is going. I make a phone call. Okay, hey Willem, je maakt er gewoon af. Je gaat niet 30 keer dat ding omhoog zitten doen. Ja? We zullen even die kolom wel even op de juiste schuinte zetten, want de lijn die wordt verkloppen. Ja, dat klopt inderdaad, maar we werken hier natuurlijk bij een afwijking en die mag 2 centimeter zijn. Ja? Ik bel wel even. Ich hab dir gerade eine SMS geschickt mit ihrer Nummer. Vielleicht kannst du sie am besten direkt anrufen. Ja? Okay, gut. Hij stond daar, perfect. Ja, hij drie keer perfect gestaan. Ja. Maar net wat ik zeg, drie keer stond hij echt spatzaam. Ja. But Bas, I think the conclusion of all of this is that most the things that happen today, you know, these are the examples of not really being very keen on the detail. We have worked within the 2 meter level. With it when it's used otherwise. Well, but it's to no, but it's to the Wilhelmina Polder to decide what they want to do. Right. So. I don't agree with it. Really, I think it's it would be if you would have. Yeah.
meter. Ja, een stukje eraf snijden. Ja, ja. 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 En dan 20 centimeter. Hier 20 centimeter. 20 centimeter, ja. Yeah. Ja, I know it, ja. Hij moet naar jullie toe een stukje. Dan draait hij er zo in. Hij kan in. Die andere koninklijke hardworker. Maar even omhoog, Joost, kan ik hem schoonmaken. Joost, even een beetje zakken, dan kan ik daar even in. Ja, helemaal. Ja, die is bijna goed hoor. You put him down, I can see. It's got to be good. Can I fill it? It's okay. Put him up. Zeg, you didn't see it, joh. Hou maar Leon, en mijn water erover en klaar. Is hij draaien nog? Als je iets draait, is hij goed, 1000%. Nee, nog een heel klein stukje. Een klein stukje draaien moet hij. Gaat nou weer terug. Ja. Beetje aanwijzingen geven, hè? Beetje afstoppen, Jos. Yo. Zijn er een paar, staan er al recht boven, hoor. Sokken. Ja. Hey. Een jok voor z'n kut. Hij staat wel. Nee, joh. Maar ik zag dat van bovenaf, joh. Het ging echt goed. Laat hem maar komen, die bal. Je wil een uitzicht naar hoe hij. Michael, ga je stay in there. De bal op het. I can look of the rubber is okay. Ja, voor de druk. He said it's always. Ja, yeah, so he wanted to try it. Ja, yeah. I saw it al met de hij wilde wel een beetje hierheen, hè. Hij wilde een beetje oud hier. Hij wilde een beetje zo draaien. Michael, I love you. Because a family of sculptures, I think they kind of they try to come together a little bit. Zo'n impact. Je ziet echt nu wat de bedoeling is. Nu ik sommige dingen zie staan, zeg ik oké. I'm very happy, pleased and yeah, very good. Yeah, with the power. Okay. Pull the bell! Congratulations. Thank you. Yeah. Very well done. Yeah. Very well done. Ah! Het staat er gewoon nu. Helemaal fantastisch.